De zorg verandert. Er zijn bezuinigingen, ontwikkelingen en onzekerheden. Kortom, er zijn zorgen rondom de zorg. Maar technologische ontwikkelingen geven ook nieuwe mogelijkheden. Deze aflevering gaat over langer thuis wonen. Het bejaarde thuis bestaat niet meer en onze ouders moeten langer thuis wonen. En daar zijn allerlei innovaties voor bedacht. Maar wil ik wel langer thuis wonen? En hoe is het eigenlijk om te wonen in een verzorgingshuis? Wie gaat er vanmiddag dansen met deze uiterst charmante presentator? Nou, hou maar op. Hou maar op. Ja. Fantastisch, zeg, die foto. Ja, ja, mooie herinnering eigenlijk, hè. Het bejaardentehuis zoals het vroeger bestond, bestaat eigenlijk niet meer, hè? Nee, woonden vroeger vooral nog vitalere mensen in een bejaardentehuis, zoals ze dat toen noemden. Ja. Spreken we nu van een verpleeghuissituatie, waar mensen veel later naartoe komen als het echt thuis niet meer gaat. Ja, dus je kan hier alleen maar komen als je een zorgindicatie hebt. Zeker, ja. Hoe worden ze dan verzorgd? Nou ja, samen met familie wordt bekeken wat de zorgvraag is. Mm-hmm. En wij helpen ze natuurlijk dan bij hun dagelijkse zorg, zoals het wassen, de hulp bij het eten die ze nodig hebben. Want dit is dan de woonkamer? Ja. Dat is uw vaste stekje, of niet? Daar? Ja, hier is het vaste stekje. Lekker zo voor het raam? Lekker voor het raam. Dit is de slaapkamer. Ja. Oh, dit is ruim, zeg. En dan komen we aan deze kant weer uit. En heeft u hier ook nog een klein keukentje? Ja, met een koelkastje en... Ja, eigenlijk voor alle gemakken voorzien. Maar ik neem aan dat u hier niet meer zelf kookt, of wel? Nee. Ik heb die maaltijd die we gezamenlijk hebben gehad, dat is 7 dagen in de week, hè. Voelt dit dan inmiddels ook een beetje echt als thuis of voelt het eerder als een restaurant? Nee, want hier dit is nou eten, maar dan komt de muziek voordachten of film en alles hier. Dus je voelt je hier wel thuis? Ik wel, ja. Ja. En Cor, hoe lang woon je hier al? Een goed jaar. Een jaar? Dat is kort, hè? Ja. Maar wel uitstekend. Ja? Ja. Ik zou niet meer terug willen in de oude situatie, bij te spreken. Want wat was de oude situatie? Je had een appartement op de begaande grond achteraan. En had je tegen een blinde muur zat je daar aan te kijken. Hè? Dat was niet echt aantrekkelijk. Hè? Liefde gaat door de maag, hè? Dus... Kinderbijslag. Kinderbijslag ook? Ja. We hebben het hier over. Ik kan me wel voorstellen dat je hier echt de grootste lol hebt gewoon smiddags. Ja, maar het is ook, ja, waarom niet, hè? Ik wil zeggen, je moet er iets van maken. Ze raken elkaar in de goede kant. Ja. Er wordt niet gekocht. Nee, er wordt niet. Laat ik maar beginnen mijn boekshand komen. Nee, we hebben nog meer ooit geleerd. Heren, genoeg geouwe hoerd. Ik ga nu dansen met de meisjes. Dat zal ik ook doen. Ja, hè? Gaat u mee? Nee, want er zit een vrouw bij en dan is het mis. Oh. Ja. Ja. Had u vanmorgen ook niet gedacht? Nee, zeker niet. Deze muziekmiddag, zijn dat de leuke middagen? Valt wel mee. Valt wel mee. Nou, hou maar op. Hou maar op. Hou maar op. Hou maar op. Ja. Het was me een waar genoegen. Ik dank u. Ja. Maar breng je dat charmant? Pittige tantes daar in het verzorgingshuis. Maar helaas, volgens lector Eveline Wouters moeten we toch echt met z'n allen langer thuis wonen. De belangrijkste reden is eigenlijk dat mensen zelf het liefste zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Want dat vinden ze het prettigste. Ik denk dat je, als je het ouderen zelf vraagt
En daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Dan willen ze dat ook het liefst. En dat is ook best wel logisch. Ze hebben vaak een tientallen jaren in hun huis gewoond, hun kinderen daar gekregen. Ze zijn daar heel erg gewend. Ja, maar ik kan me ook juist voorstellen dat je, ja, in je eigen huis een beetje alleen bent. En dat je dus juist zoiets hebt van, nou, als ik nou gewoon gezellig in een bejaardentehuis zit, dan kan ik lekker klaverjassen, kan ik nog eens met de buurvrouw flirten. Er zijn ontzettend veel mensen op hogere leeftijd, worden er alleen maar meer. Dus als al die mensen in tehuizen verzorgd zouden moeten worden, dat zouden we met z'n allen helemaal niet meer kunnen opbrengen. Dus dat is ook een reden. Dus het is een geldkwestie? Het is ook een geldkwestie. Dus langer thuis wonen is alleen maar beter. Het is goedkoper en het is beter voor de mens zelf. Nou, in principe wel. Zolang het kan, maar er zitten natuurlijk ook wel haken en ogen aan. Er zijn situaties waarbij het gewoon echt niet langer kan. Mensen heel veel zorg nodig hebben. En ja, op een zeker moment kun je die ook niet thuis meer bieden. Ondanks, want dat is de derde reden dat mensen langer thuis wonen en kunnen wonen, dat er allerlei mogelijke aanpassingen, technologieën zijn ontwikkeld die dat ook op een veilige manier langer mogelijk maken. Annie, wil je nou langer thuis blijven wonen of liever naar een verzorgingstehuis? Oh nee, alsjeblieft niet. Liever thuis. Liever thuis? Ja, altijd, ja. Sowieso? Ja, sowieso. Maar ik ben in een verzorgingstehuis geweest. Dat was best gezellig. Ja, die moeten er ook zijn voor mensen die het nodig hebben. Maar ze krijgen mij met de stad mijn appartement niet af. Nee, echt niet. Nou, nee. Staan we hier bij de slimste woning van Nederland. En daar zijn allerlei foefjes waardoor je nog langer thuis kan wonen. Technologic. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it. Welkom in de slimste woning van Nederland. Nou, dankjewel. Ja. We hebben deze woning zo gemaakt dat die vol zit met technologie. Laten we een paar voorbeeldjes ondergaan. Dat is onze badkamer. Natuurlijk zitten hier ook weer een heleboel wat tegen te zitten. Van je begint gelijk te dansen. Ja. Uiteraard hebben we hier ook een toilet in zitten. Als je erop gaat zitten, word je automatisch gereinigd met de warm water. Echt waar? En dan daarna word je droog gevuld. Ja, ja, ja. Ik heb er wel eens van gehoord, maar even kijken, kom je dat krijg, ja, dat krijg, moet het, nee, kom, kom maar nee. Even kijken. Nou, ik kan het wel. Nee, ik ga er niet op zitten. Zo. Nou, dit wil je. Nee, dat wil ik niet. Ja, nee. Ja. En dan zit er nog een warme luchtfeun in. Ja, nee, wij lachen er nog mee. Maar als je het niet meer kunt, dan is dat heel goed, ja. Gemiddeld Nederlandse woning heeft 1500 knopjes in de woning zitten. En al die 1500 knopjes vervang je in dit geval door het gebruik te maken van zo'n tablet. Dus u mag de gordijnen sluiten. Nou, ik zal eens kijken. Alles open, alles sluiten. Ja, gewoon de dichtknop. Ja, dicht. Nou zie ik het. Ja. Zo is het ver genoeg eigenlijk. Hè? Om eens gaan moeten. Ja. Laat maar open. Het is lekker zo. Alles aan. Ja. Alles aan. Dan zie je dat achter jou springt de verlichting aan. Ja. Aan de wand springt de verlichting aan. Zo kun je een scenario gebruiken om één keer een aantal dingen te laten gebeuren. Denk je dat je zoiets zelf zou kunnen bedienen? Nou, ik zal het moeten leren, maar dit is gewoon veel makkelijker als een gewone tablet. Want er zit veel, dit is, eigenlijk staat het er allemaal duidelijk op, hè? Ja. Nou, dat gaat vast lukken met Annie en de techniek. Maar behalve techniek wil je natuurlijk nog steeds mensen om je heen. Juist doordat er meer technologie is, ook meer ruimte komt, bijvoorbeeld ook voor zorgverleners, om juist die zorg anders in te richten. En we zullen dus inderdaad ook meer afhankelijk zijn van onze omgeving. Onze kinderen wonen vaak op grotere afstand. Dus ik denk dat er heel veel meer in de buurt opgelost zal gaan worden in de toekomst. Dus dat heel veel mensen ook voor elkaar gaan zorgen in de buurt. En dat zie je ook wel veel meer terugkomen. En ook daar kan technologie natuurlijk wel een rol bij spelen. En noem je dat dan met een deftig woord sociale innovatie? Dat zou je sociale innovatie kunnen noemen. Het gaat er eigenlijk om dat je de technologische innovaties koppelt aan die sociale innovaties. Want je krijgt echt andere processen dankzij de technologie ook. En als die sociale innovatie niet gelijk opgaat daarmee, ja, dan zou je inderdaad kunnen gaan stellen van dan krijgen we toch een maatschappij met heel veel nog meer eenzame mensen. Ook de opleiding van de zorgprofessional verandert mee. Dat geldt ook voor de mensen die werken bij de zorgcentrale. De centrale is heel erg veranderd omdat de maatschappij ook verandert. En als centrale moet je meegaan met de ontwikkelingen in de maatschappij.
Mensen blijven langer thuis wonen, mensen willen ook langer thuis blijven wonen. Betekent wel dat de vragen die mensen hebben vanuit thuissituaties, dat die ook veranderen. En met name dat die complexer worden. Als zorgcentrale moet je daarop inspelen en zorgen dat je diensten blijven passen bij de vraag van de mensen. We hebben een mevrouw die doet iedere morgen een oproep via beeldbellen. En die begeleiden we dan met insuline spuiten. Voorheen kwam er iemand aan huis, maar nu doet ze zelf een oproep en begeleiden we haar in. En adviseren we haar waar nodig is. Voor de centralist is er ook van alles veranderd. Er komen meer zorgvragen binnen, maar ook meer complexere zorgvragen binnen. En daarvoor is een andere kennis en capaciteit nodig. Met name op medische kennis hebben de centralisten gewoon meer nodig als ze voorheen nodig hadden. En we gaan niet alleen ondersteuning bieden op het moment dat er een hulpvraag is, maar ook aan de preventieve kant kunnen we nog heel veel doen. En ik denk dat met name op die preventiekant er nog een grote ontwikkeling plaats gaat vinden. De technologie om langer thuis te wonen gaat razendsnel. Bij Fontys Hogescholen wordt er van alles bedacht door studenten samen met ouderen. Hallo Manuel, wat kom je hier doen? Sorry? Volgens mij kom ik hier niet doen wat jij denkt dat we gaan doen, vriend. Joost, waar zijn we hier? Wat is dit? Nou, welkom Manuel in ons Experience Lab, waar studenten werken aan allerlei oplossingen die mensen langer thuis moeten kunnen laten wonen in de toekomst. En dit is een robot die je kan inprogrammeren en die als hulp kan dienen of als... Gezelschapsdier in huis, iemand eenzaam is en die je de dag door kan spreken en structuur kan bieden. Ja, en wat kan je me nog meer laten zien? Nou, wat ik heel graag zou willen laten zien is onze interactieve spiegel die we hier hebben ontwikkeld om bepaalde lichaamsoefeningen, fysiotherapeutische oefeningen te kunnen doen bij de mensen thuis zonder direct een fysiotherapeut erbij aanwezig te hebben. En dan zou je eigenlijk stil moeten staan en zorgen dat de balletjes gelijk zijn met je armen en die mag je laten zakken. En dan is het de bedoeling dat je langzaam omhoog tilt naar de rode ballen. Ja. En op deze manier proberen we dan ouderen zelfstandig te laten bewegen in hun eigen huis. Maar dit is eigenlijk dus een soort Wii of zo? Ja. Er zijn ook mensen die zeggen het is een soort van Lingo in slow motion. Ja, maar moet je hier dan een heel duur apparaat voor aanschaffen? Nee, je kunt zoiets natuurlijk in de lease-constructie gaan aanbieden in de toekomst. Ja. Nou, een heel groot probleem dat we hebben in de praktijk is het zoekraken van allerlei hulpmiddelen. Zowel bij mensen thuis, dan moet je denken aan gehoorapparaten, kunstgebitten, allerlei brillen. Maar dat gebeurt ook in verpleeghuizen en andere zorginstellingen. En we zijn bezig om slimme oplossingen te bedenken om zoekgeraakte spullen zo snel mogelijk weer bij de eigenaar terug te brengen of bij het verpleegkundig personeel. En daar willen we eigenlijk wel iets van laten zien aan jou. En de vorm van een slimme interactieve bril die je kunt opzetten. Als je dan zou ronddraaien, dan komt er op een gegeven moment een pijl in beeld. En als je die pijl volgt, dan brengt die jou vanzelf bij het verdwenen object. Maar dit is dus gewoon een tom-tom op je ogen. Dit is wel vet hoor. Dit ingesteld als rollator of heb ik gewoon iets totaal verkeerd? Nee, je hebt de verkeerde stoel nu. Oh, hier. Maar het is wel accuraat. Dit is geen grap. Dit is serieus een toepassing die je dus maakt. Want dan moet je dus iets op je rollator plakken of... Op allerlei persoonlijke spullen die kwijt kunnen raken. Ja. Douchebrankaars. Die zijn toch niet zo heel snel kwijt, of wel? Nou, als je er maar één hebt voor meerdere afdelingen en je weet niet op welke afdeling er eentje circuleert, is het ontzettend handig om te weten hoe ver je moet lopen en of je nog verdiepingen op moet of niet. Oh ja, ja. Fantastisch hoor, al die techniek. Maar willen de ouderen dat wel? En kunnen ze ermee omgaan? We weten ook met name van ouderen en uit onderzoek met ouderen dat ze niet alles wat kan ook zomaar kunnen gebruiken. Daar is echt meer voor nodig dan alleen maar die techniek het huis indragen. Ja, want hoe doe je dat dan? Want dat moet dus wel ouderenproof zijn. Ja, dat is één ding. Dat heeft dus te maken met hoe ontwikkel je die technologie. Doe je dat vanuit ergens technologiebedrijven, bedenk je maar wat? Of doe je dat met de ouderen samen? Dus ken je echt de behoeften van ouderen? Snap je ook echt waarom mensen dingen kunnen gebruiken of waarom ze het juist niet kunnen gebruiken? Wat voor dingen daar een rol bij spelen? Dat geldt voor de technologiebedrijven die het ontwikkelen. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de zorginstellingen die het aanraden. Zomaar het huis indragen wil nog niet zeggen dat het werkt en dat mensen er wat aan hebben.
Naar het verzorgingstehuis of langer thuis blijven wonen? Ik denk niet echt dat daar een keuze is, maar hé, hey, er wordt wel mijn luier verschoond door een robot en dan hoeven mijn kinderen dat niet te doen. Dat is ook wat waard.